Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een leuke video in onze klusverbouwserie. Ik weet nog steeds geen goede naam ervoor. Mocht je er een weten, let me know. Dan ga ik het meteen toepassen als het een leuke naam is. En anders noem ik het gewoon gezellig de klus- en verbouwserie. Wat ik vandaag ga doen is het huis, hoe het nu is, in de Sims namaken. Dus dan, dit is eigenlijk het moment dat jullie het voor het eerst gaan zien. Wat voor een huis we nu eigenlijk gekocht hebben. En ik denk dat jullie dat best wel leuk vinden om te zien. Omdat jullie geen idee hebben. Kijk, ik heb een idee waar we naartoe gaan. Maar jullie niet. En dit is de eerste keer dat jullie dus ook een beetje gaan proeven hoe het huis is. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Pak een lekker kopje thee. Want het is, ik ben er toch een half uur mee bezig. Versneld. Dus ik ben er wel anderhalf uur mee bezig geweest zelf. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Geniet ervan! Daar gaan we beginnen. Ik heb een slot uitgekozen. En ik zet even nog mijn webcam, dat die niet in de weg staat voor jullie. En dan begin ik maar gewoon eens even om de afmetingen van ons nieuwe huis te maken. Oh, ik kan niet langs de rand. En hierbij heb ik een spiekbriefje op mijn tweede scherm staan met de afmetingen van het huis precies, zodat ik een beetje wel realistisch ga nadenken. Kijk, zo breed is het huis en dan is dit een stukje tuin, geloof ik. En dit is ook een stukje tuin. En ja, ik heb hier iets heel logisch gedaan wat ik niet goed uit kan leggen, maar dat is sowieso niet echt mijn kracht, uitleggen. Ja, hierachter, dit is ook een stuk tuin. Een flinke tuin, ja. Het huis dat we kopen is een 2 onder 1 kap. Dus we hebben, zoals je ziet op deze map, aan de linkerkant zit dan een huis. Voor je verbeelding. En aan de rechterkant is dus tuin. Nou, dan gaan we eens eventjes die plattegrond namaken. We hebben op de onderverdieping een garage, een toilet en een keuken en een kamer. Nou, dit maak ik maar, dit klopt niet. Dit ga ik later nog veranderen. Want je ziet dat hier past de trap, maar er moet een stuk, een tree extra bij eigenlijk. Dat is een nadeel van de Sims. Je bent met de trappen ben je echt heel erg afhankelijk van wat de Sims voor een standaard trap heeft. En je kan niet het formaat aanpassen. Nou, dan hebben we boven dat eerste kamertje is de badkamer. Nou, slaapkamer 1. Hier moet een trap, bedenk ik me nu, naar de zolder. Nou, die is dus in het echte huis heel klein. En in in het Sims-huis moet die groot, want je kunt trappen dus niet kleiner maken. Dus hier zat ik even te struggelen, hoe ga ik dit in hemelsnaam oplossen? Kijk, nou maak ik deze ook wat langer, want dat is ook realistischer hoe het echte huis eruit ziet. Overigens doe ik hier dus echt laten zien hoe het er nu uitziet, hè? Niet hoe we het uiteindelijk willen. Ja, ik wilde hem eigenlijk zo, dan kan ik boven een muur zetten. Maar het probleem is dat ik dan geen deur meer kan zetten naar die slaapkamer. En die zit er wel, dus dat is een beetje onhandig. Nou, hier komt slaapkamertje 2. Dan hebben we hier de muur, een gang, slaapkamer 3, slaapkamer 4. En het leuke aan het slaapkamertje 4 is dat het een mini balkonnetje heeft. Dus die maak ik ook. Ik ben echt onder het indruk van de ruimte van dit huis. Ik had toen we het kochten, want we moesten het best snel kochten, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, moesten we best wel snel een keuze maken of we het kochten. En ik had verder niet heel goed na zitten denken over hoeveel ruimte deze woning eigenlijk heeft. Hier zie je dat de trap weggaat als ik de zolder probeer te maken. Ja, dat is dus het nadeel van die trappen die dus passen. Dus het is een beetje jammer, maar die muur boven laat ik even open, zodat je het beste beeld krijgt van het huis. Alleen moet je dus even die muur negeren. Nou, het dak erop. Het dak heeft is schuin aan de voorkant en de achterkant. En voorkant op de garage is ook een schuin dak. Dus dat is
wel leuk. Dat is wel een leuk effect, vind ik of zo. Maakt het wel een beetje. Nou, de bovenkant erop. En dan zit eigenlijk de hele, het hele huis, het frame van het huis, is dan eigenlijk compleet. Kunnen we gaan beginnen met inrichten. En we gaan inrichten zoals het er nu uitziet. Dus dit is niet hoe ik het wil dat het er uiteindelijk uitziet als we wijder gaan wonen. Maar dit is hoe het er nu uitziet. Nou, ik laat het even zien. Zo ziet het eruit. Beginnen we maar gewoon op de benedenverdieping. Eventjes wat muurtjes die nog gezet moeten worden even zetten. Dat is het muurtje van het toilet. Daar, ja, daar hebben we twee bakjes voor nodig, hè? Een toilet, anders kun je hem niet gebruiken. Nou, ik ben even heel goed aan het nadenken hierover. Ik zou niet weten wat. Nou ga ik die trap. Die trap ziet er inderdaad meer zo uit. Het is een stalen trap die we in het huis hebben. En hier probeer ik. Zet ik voordeuren in het huis. Ja, nu ga ik hem proberen te draaien. Want er zitten kleine draaien. Maar hier zie je twee stukjes dat hij draait. En hij draait eigenlijk maar één stukje. Ja, zoals je snapt wat ik bedoel. Dat onderste stuk draait, om te zeggen, in de verlengde van de trap. En niet op een ander stuk met een platform ertussen. Dus ik heb hier de trap een paar keer weggehaald en teruggezet. Maar uiteindelijk heb ik hem hetzelfde gehouden. Dit gaat ook echt soepel wel. Ik had al even geen Sims meer gespeeld, zoals je ziet. Ik ben de fijne kneepjes verloren. Oh ja, deze deur kan ik ook niet daar neerzetten. Dus die zet ik maar voor nu even in de slaapkamerdeur van slaapkamer. Ja, de main bedroom, zal ik maar zeggen. Hier ook, ja. Dat is in de Sims, je kunt deuren niet half zetten. Wat in het echte leven wel gewoon kan. Dus, nu. De voordeur, nou, dan zullen de ramen vanzelf volgen. Begint dan meer te lijken erop, hè. Ja, je moet roeien met de riemen die je hebt in de Sims. Het zal niet exact de kopie zijn van het huis dat we nu gekocht hebben. Omdat, ja, sommige ramen zien er gewoon anders uit dan in het echte leven. Ook dat raam zit eigenlijk in het midden van de kamer. Maar dat kan weer net niet met de Sims. Ja, dat soort dingen heb je. Maar goed, dat maakt niet uit. Het lukt wel. Ja, dit raam is eigenlijk een beetje vreemd. Die zat laag. Maar dat is in het echte huis ook. Ik snap geen idee waarom ze die nou zo laag hebben gezet. Nou, dit vind ik wel een van de mooie features op de onderkant. Even op de onderverdieping van het huis. Dat is de hele achterwand is eigenlijk raam. En dat vind ik wel mooi. Dat geeft heel veel licht in je huis. En ja, dat vind ik mooi. In het echt is dat allemaal af, weet je wel, allemaal even lang. De ramen zijn even hoog als de deuren, maar dat is hier niet. Hier probeer ik te zoeken naar een garagedeur. Nou, die vond ik er het meest op lijken. Maar later kom ik erachter dat er echte garagedeuren zijn. Dus dat ga ik nog aanpassen in de loop van de video. En ga ik boven ook de ramen doen. En dan zit ik even op het scherm te kijken van, hey, die niet komt even knuffelen. En dan zit ik even te kijken waar die ramen precies zitten. Want ik kon het bij God niet meer herinneren waar ze zaten nadat ik het huis één keer gezien had. Nou, ja, ramen zijn niet zo interessant, toch? Ja, het is belangrijk dat je wel ramen hebt in je huis. Maar verder maakt niet van uit. In de Sims vind ik het niet zo interessant. En in het echte leven is het gewoon vervelend. Als je een raam hebt, moet je ook een gordijn hebben. Het is eigenlijk een beetje vervelend, hè? Het zit net niet zo hoe ik het wil. Oh ja, daar had ik even vergeten. Daar zat ook een wandje, maar dan met een soort boog. Die boog is veel groter in het echt. Maar ze hebben geen grotere bogen in. In ieder geval niet in de expansion packs die ik heb. Nou, dan gaan we door. De muren. Het is een beetje een gele soort baksteen. Dus die zit ik te zoeken. Gele bakstenen. Waar staan die? In hemelsnaam. Nou, dit dan maar. Ja, dit lijkt er het meest op, I guess. Wat een ruimte, hè? Als je zo dat hele huis ziet. Ik word er helemaal vrolijk van. Echt leuk. Oh, ik kan echt niet wachten om er naartoe te verhuizen. Ik moet eigenlijk zeggen, ik kan niet wachten tot het allemaal rond is. Want het is nog maar de vraag of we de financiering rondkrijgen. Hè? Zo gemakkelijk gaat het niet. Oh ja, de gang in het huis heeft ook de bakstenen muur. Die ook in het
kan zijn. Dus dezelfde bakstenen muren zitten daar. Met een tegelvloer. De badkamer weet ik niet zo goed meer. Volgens mij was dat gewoon een beetje standaard wit. Niks apart, een beetje oud. Dat is wel een beetje alles in het huis. Een beetje oud. Ja, de garage zal ook wel baksteen zijn, denk ik nu. Maar hier ga ik toch voor dat het gestuukt is. Nou, dan ga ik hier kijken of ik nog een beetje ouderwets smoetsig behang kan vinden. Want dat was, is het huis een beetje smoezelig, smoetselig. Ik begrijp wat ik bedoel. Nou, dat heb ik dus gevonden. Dit is een beetje smoezelig behang. En dan geel. Ik weet niet of die persoon rookte, maar of dat het gewoon nooit wit is geweest. Maar het is in ieder geval nu niet meer wit. Wat ga ik nu doen? Oh, ik zal wel de keuken. De keuken is wit. Ja, dit is eigenlijk veel te hippe tegels. Het is veel minder hippe tegels dan dat. Oh ja, en daar zit een soort half muurtje. Nou, dat gaan jullie straks nog zien, want daar ga ik heel veel tijd aan besteden. Want dat is me toch een raar ding. Dat is echt een raar barretje wat ze daar hebben gemaakt. Maar goed, oké, dit gaat even duren. In de tussentijd kan ik jullie dan even vertellen over die financiering. Ja, die moet nog wel rond. Nikki en ik zijn natuurlijk allebei ondernemers. En nou, de bank is niet zo happig op een hypotheek verstrekken aan ondernemers. Vaak is er dan één iemand in het gezin, of degene die het dan een huis kopen, die gewoon een vast contract heeft. En dan is één iemand ondernemer. En wij hebben gewoon, nou ja, in dat geval de pech dat we allebei ondernemers zijn. Hè? Als je streamer zo kan noemen. En dat doe ik maar gewoon eventjes. En ja, dat maakt het wel lastig voor de bank. En ja, wij hebben heel veel vertrouwen in onze ondernemingen, allebei. Dus wij zitten vol geluk om te zeggen van, het kan gewoon allemaal. Maar ja, nou, de bank even overtuigen. En dat is het waar we nu in zitten. Het is allemaal aangevraagd. Er is wel een offerte gedaan door een bank. Dus dat is positief nieuws. En ons financieel adviseur geeft het 70% slagingskans. En ja, ik heb er ook gewoon helemaal vertrouwen in. Ik ben wel zo van, weet je wat, we gaan de vol goede moed in. En dat betekent dan dat er hopelijk goede moed terugkomt. Ja, ik ga daar maar gewoon van uit. Ik weet het anders ook niet. Ja, je kunt wel. Ik ben gewoon graag positief en optimistisch. En het is niet erg dat Nikki dan een beetje pessimistisch is. Oh, ik ben al met inrichten hier, joh. Leuk. Oké, okay, nou, Nikki is wat pessimistisch erover. Of noem het pessimistisch, noem het realistisch. Ik heb er gewoon vertrouwen in dat, dat het ons gaat lukken om een hypotheek te krijgen. Nou, hier staat een hoekkast, maar die bestaat van het plafond tot aan de grond. Maar die bestaan dus niet in de Sims. Dus daar moest ik even iets op verzinnen. Daar ga ik eventjes proberen die cheat aan te zetten. Maar dat lukt niet helemaal. Het is best wel. Ik was even vergeten wat de code was. Het is volgens mij bb.moveobject. Maar goed, dat moest ik even googlen. Dus dat zie je mij nu doen. Steeds niet gelukt, maar dat heb ik nog steeds niet door. Ja, dit gaat soepel. Maar goed, de financiering. We gaan er gewoon vanuit. Ik zou enorm verdrietig zijn als we het niet rondkrijgen. Maar ja. He, ergens weet ik dat het kan. Maar in de tussentijd ga ik wel gewoon. Ja, je kunt, als je moet wachten op de financiering en dan alles moet regelen, dat is nog veel erger. Dus vandaar dat ik gewoon wel alles alvast ga regelen en zo. Nou, ik heb in de Sims heb je van die vieze kastjes. Tweedehands heten ze ook, volgens mij. Die heb ik gebruikt voor deze keuken. Ja, je ziet het gewoon, de randjes zijn niet netjes en zo. Maar zo is de keuken ook een beetje. Met een hoekkast. En ja, vreemde. Ik zie ook daar dat ik een muur vergeten ben in de gang. Zien jullie dat ook? Het is een functionele keuken. Het heeft een fornuis. Het heeft trouwens een inductieplaat. Geen fornuis, maar dat hebben ze niet in de Sims. En een kraan. Lelijke tegels in de keuken bestaan ook gewoon. Ja, zo ziet de keuken er eigenlijk wel uit. Dus ja, daar kunnen we niet zoveel. Kan ik niet veel mooiers van maken. Nu zat ik even te kijken wat voor kleur vloer. Het is een beetje een bruine vloer. Houten vloer is het, geloof ik, onder verdieping. Prachtig, zou ik zeggen. Vooral bij die gele muren. Oh ja, die muur is dus niet. Dat is gewoon die bakstenen muur die verfd is.
het zo ga laten. Ik zoek naar witte verf. Witte bakstenen, maar het lukt me niet echt. Nou, ik geef het op. Schijnbaar, dit is het. Hier doe ik het maar mee. Nou, daar gaan we. Nou, dit is dus dat rare stukje van die bar waar ik net al over hadden. Wat ze daar precies bedacht hadden, daar zit een soort, een paar kolommen boven of zo, waar je, ja, daar kun je dingen opzetten, denk ik. Er staan ook nog, er stonden nog een paar dingen op. Ik heb echt letterlijk alles wat in het huis staat, heb ik gewoon overgenomen in deze Sims-beeld. Dus ja, als er iets op deze plankjes stond, dan staat dat ook gewoon op de plankjes in de Sims. Heel apart huis. Niks ten nadele van de mensen van wie ik het koop. Ja, iedereen heeft zo zijn smaak. Maar het is gewoon wel al lang niet meer vernieuwd, zou ik zeggen. En dat is niet erg. Vrede mee ben. Maar wij gaan wel wat het een en ander aanpassen. In de keuken gaan we sowieso, dat staat al op de planning. Die gaat aangepast worden. Dus dan vind ik het ook wel leuk om veel tijd te besteden in de keuken. Ik heb er ook al veel over nagedacht. Ja, je wil dan gewoon dat die keuken helemaal... Als je dan in iets investeert, en dat is dan in ons geval de keuken, dan wil je ook dat die helemaal naar je wens is. Dan ga je niet voor half werk natuurlijk settelen. Zoiets. En dan ben ik van deze plank ook. Nou, wordt dadelijk nog goed in die planken plaatsen hoor. In de Sims dan. Misschien dat het idee vind ik wel grappig, dat je er dan plantjes op zet, van die hangplanten en zo. Dat is misschien het idee van deze bar. Want je kon zo zeggen, ja, dat ga ik sowieso ook wel laten zien, dat er krukjes aan staan. En nu ga ik een plantje zoeken volgens mij. Of nee, ik zoek eerst een klok. Ja, er staat zo'n hele ouderwetse klok op deze plank. Die vond ik wel grappig. Staat daar. Heel leuk. Wel cute. Ja. Dat vind ik dan, niet zo heel lelijk of zo. Het past wel heel goed bij het huis. Ja, nu moet ik een hangplant vinden. Ik kan niet zo goed kiezen hierin. Er staat echt één zielig klein hangplantje. Dus ja, zielig hangplantje stond niet in de Sims beschreven. Dus daar kon ik niet op zoeken helaas. Sowieso staan er nog best wel veel planten in het huis. Ik weet niet wat ze daar mee gaan doen. Die laten staan of dat die blijven. Ja, zo heb ik het maar gemaakt. En dan een mooie lamp in de keuken. Een grote lamp. Oh ja, dit was ook nog iets apart. Aan de muur in de keuken zit een soort koffiemolen. Een hele ouderwetse koffiemolen. Aan de muur vast nog. Ja, die bestond ook niet in de Sims. Dus ik heb maar een soort koffiesetje tegen de muur geplaatst. Ja, het slaat nergens om. Maar ja, heb ik wel gedaan. Zo. Ja, zo ziet het er ongeveer uit. Jullie gaan zo hard lachen als jullie de home tour zien van het huis before we erin gaan. Voordat we er iets aan gaan doen. Ja, dat gaat hilarisch worden, denk ik. Nou, de krukken. Dan zien jullie wat ik bedoelde net dat het echt een bar is. Er staan dus krukken aan weerszijden van de bar. Of misschien aan de andere kant van de bar niet. Maar in ieder geval was het echt een bar. Dat zie je hier nu niet. Een paal in het midden zit er trouwens volgens mij. Niet een halve paal maken. Wel een beetje uitrekken. Huh, wat gaan we doen? De keuken zit erin. Een tafel. Ja, nu is het even inrichten geblazen. Ik zit nou heel goed op die plaatjes even te kijken van hoe hebben ze het ingericht. Krijg die plaatjes van Funda, weet je wel. En dan baseer je daarop je inrichting. Nou, dat is een grote houten tafel met houten stoelen. Ja, ik denk dat je hem wel herkent als je hem ziet op de foto. Ja, ik weet niet of ze er nog staan als wij erin gaan. Maar dan zul je het zien en dan denk je, oh ja, 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 dit was duidelijk in de video van Mathia. Nou, er staat een grijze leren hoekbank. Dit is het beste wat ik ervan kon maken. Die staat dus in de hoek. Echt puur lelijk. Maar wel meer mensen hebben die. Misschien heb jij hem thuis ook wel staan. Het is van een... Ja, ik denk van 20 jaar geleden was het helemaal een hotte bank. Maar nu vind ik het niet zo mooi meer. Nou, dan ligt er een wit kleed op de vloer met een glazen tafel erop. Hij is eigenlijk wat groter, die glazen tafel. En heeft één poot in het midden. Maar die was er helaas niet. Verder zitten er allemaal spotjes in het plafond, of spotjes, ja, wel een beetje zoals je hier ziet. En
De lamp boven de tafel is een grote hanglamp. Ja, dan hebben ze een meubel voor de televisie. Ja, dit is ook wel jammer dat het net niet in het midden kan. Maar goed, daar staat dus een, zo, ja, ongeveer dit formaat televisie staat er. In de hoek staat dan een leuke kast. Een boekenkast. Ja, deze lijkt er echt enorm veel op. Alleen dan iets minder met de afgewerkte hoekjes. Dus wat ietsje strakker. En dan in de vensterbank staan allemaal planten. Dus een hangplant en vetplanten. En volgens mij staat er ook nog ergens een cactus. Ja, deze hangplant, dat vond ik wel grappig om zo te doen. Want dat lijkt er echt wel op hoe het eruit ziet. Nou, op zich is dat stukje van het huis best wel cute of zo. Nou, er staat daar nog een heel antiek tafeltje met een ook een soort cactusje erop. Maar ik weet niet of ik die kan... Ja, zoiets. Zo ziet het eruit. Oh ja, gordijnen. Daar kunnen we ook wel naar huis over schrijven, want die zijn niet zo mooi. Ik moet je eerlijk zeggen dat ze hier in de Sims best goed tot hun recht komen. Maar in het huis vloekten het allemaal een beetje. Prachtig. Gordijnen zoals je ziet. Wel kleurtje. Een beetje blauw-groenig was het geloof ik. Weet ik nou iets? Oh, er moet nog een lamp bij blijkbaar. Nou, hier heb ik maar even een lamp opgehangen. Want ik wist echt niet wat voor lampen daar hingen. Deze staan ook niet op de foto's. Dus ik kan het ook niet checken. Dat heb ik echt uit mijn blote hoofd moeten doen. Nou, het meest simpele toilet dat je ooit gezien hebt. Een witte toilet met een wc-rolhanger. That's all. Volgens mij zit er geen fonteintje in deze wc. Dus de handen wassen moet in de keuken gebeuren. Nou, dan gaan we eens even kijken. Dan ga ik richting... Ah, geloof ik? Nee, we gaan eerst die vitrinekast. Oh ja, er staat een soort servieskast in de gang. Ja, dit gaat leuk worden hoor. Wij gaan een muurtje verplaatsen in echte leven. Ja, dit is niet hoe het eruit ziet, maar zo heb ik het maar gemaakt. Want het lijkt het meeste erop. Maar hier aan de gang en keuken gaat... Ja, de keuken gaat iets groter worden en de gang iets kleiner. Dus dat is wel leuk. Maar dat hopen we tenminste, dat we dat voor elkaar krijgen. Kijk, daar is de garagedeur. Hij moest eigenlijk blauw, maar grijs will do. Nou, gereedschapstafel en heel veel troep. Dus ik ging nu op zoek naar troep. Aardig gevonden. Kistjes en andere kleurkistjes. Even omdraaien, zodat je allemaal sinaasappels ziet. Ja, die cadeaus was wel leuk geweest. Boeken. Oh, dat was veel te groot. Nog meer boeken en prelariaatjes en koffers en dit is vieze kleren. Nou, hoe een garage er gemiddeld uitziet, zo zag de garage eruit. Dan gaan we naar de bovenverdieping. Pak even de plattegrond erbij, de foto's. Ik denk dat we beginnen met de badkamer. Ja, de badkamer dacht ik dat die blauw was. Heel apart, je zag mij ook naar blauw pakken. Was die dus helemaal niet. Hij is wit. Hoe het in mijn hoofd is geslopen dat er een blauwe badkamer in zit, nobody knows. Ja, er zit dus een bad in, maar eigenlijk niet met zo'n gordijn eromheen, meer een glazen wand. Maar deze was ouderwetser of zo, dus heb ik voor deze gekozen. Ik weet eigenlijk niet. Eigenlijk zit er meer een andere in, die ik nu terugdenk. Ja, een lampje boven de spiegel. Wel een spiegel gedaan, weet ik niet. Maar in ieder geval, een lampje boven de wasbak. Hier staat ook op dit moment nog de wasmachine. Maar dat is nou niet meer. Volgens mij is er dan op de hele bovenverdieping grijs laminaat gelegd. Nou, dat kan lelijker. Dat vind ik eigenlijk... Nou, ik denk dat we dat ook gewoon laten liggen. Vooral in het begin. Ja, ik zou niet weten waarom we dat weg zouden halen. Nou, in dit kamertje is de kinderkamer, volgens mij. Er staat ook heel groot boven de deur Joost. Dus iedereen die Joost heet, dat is jouw kamer. Er zit hier, nou dit vind ik zo'n gek ding, een soort rand, een bar. Nee, ja, ik weet niet wat het is, een plank, een hele grote plank zit daar. En er staan dan kinderdingen onder. Ik denk dat dit de kinderlogeerkamer was of zo, ik weet het niet. Nee, ja, er staat dan een kinderwagen. Deze lijkt dan maar niet in het paars, hij is van hout, maar deze lijkt het meest op. En een hobbelpaard. Ja,
Dat hadden we ook niet in de Sims, dus heb ik er maar een speelgoedpaard neergezet. Ja, zo ziet de eerste slaapkamer uit. Dus het is heel minimalistisch nog ingedeeld, want de vorige bewoners zijn overleden. Dus ja, dan wordt het huis altijd leeggehaald voordat het verkocht wordt. En dan blijven er een paar dingetjes staan. Ja, onder de trap, ja, dat kan dus niet in de Sims, zit dus de kastruimte. Maar ik heb nu even voor de sier dan voor de trap een kastje neergezet. Nou, dan komt er een bureau. Tje, hier zit een bureautje, want de computerkamer, die komt nog. Ik denk persoonlijk dat dit de gamekamer gaat worden. De slaapkamer die we nu aan het inrichten zijn. Ook minimalistisch ingedeeld. Gordijntje hangt er. Bureautje. Volgens mij staat er nou... Er stond geen stoel bij dat bureau, blijkbaar. Daar zijn we achtergekomen. Nou, dan komen we dus bij een grote kamer. En ja, helaas kan ik die bureau niet kiezen. Want die bureau aan het einde was exact hetzelfde bureau als dat er staat. Er zitten allemaal laadjes in het bureau. Er staat een enorme boekenkast naast. En dan staan er stellages. Ja, zoals je hier ziet. Dit is een soort werkkamer van die persoon geweest die er woonde. Er staat een computer. Ja, niks apart. Gewoon een werkcomputer, weet je wel. Er staan allemaal typemachines. Een gigantische Donald Duck collectie. Maar ik weet niet of dat allemaal blijft staan. Ik denk het niet. Ik denk dat voor de familie dat mee gaat nemen. Maar nu, bij de eerste bezichtiging stond het er. Kijk, daar heb je een typemachine. Die wou ik eigenlijk daar neerzetten, maar dat kon dus niet. Want die moet je vrijspelen. En ja, dat heb ik niet. Ik heb niks vrijgespeeld hier. Nou, dan komen we bij de master bedroom. Dus dit wordt onze slaapkamer ook. Ja, die deur klopt dan niet helemaal. Nou, er staat dus een kast. En weet je wat ook gek is aan deze kamer? Een wastafel. Heel random, maar op die zit een wastafel, deze slaapkamer. Dus ja, ik weet nog niet. Ik denk dat we die weghalen. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Nikki wel. Die vindt dat we hem weg moeten halen. Ik weet het nog niet helemaal. Boven het bed hangen allemaal plankjes met foto's. Alleen in de Sims kun je niet foto's selecteren. Nu kom ik er ook achter dat ik helemaal geen muren heb versierd hier. Ik zocht hier naar foto's. Er zijn wel wat foto's, maar het waren meer echt kinderfoto's die hier boven in het bed stonden. Ja, ik vind het wel... Kijk hoeveel slaapkamers je hebt. Dat is echt ideaal. Wij moeten natuurlijk sowieso één kamer opgeven als gamekamer. En ja, je kunt dat niet... Kijk, als jij casual gamet een uurtje per avond of een paar uurtjes per avond of zo... Dan is het niet erg dat je boven moet zitten op zolder. Maar ja, ik werk. Ja, dat is mijn werk. Dus ik heb gewoon wel 8 uur per dag dat ik op die kamer zit. Dus dan... Ja, dan wil je toch wel een beetje een echte kamer hebben en niet een hokje. Dus vandaar dat we bedacht hadden om die kamer, ja, waar mijn muis net op stond, die als gamekamer te maken. Nou, dan komen we bij de zolder. Ja, dit is niet veel. Er staat niet veel. Er staat een slaapbank op de zolder. Oh ja, en dat is dan een cv-ketel. Dat klopt helemaal niet. Dat een cv-ketel is een brandbeveiliging in de game, maar goed. Nou, dit is de beste slaapbank die we hebben. Dus die blauwe slaapbank heb ik daar neergezet. En heel tof op de bovenverdieping. Ze hebben het niet in de Sims, maar is een treincourse, zal ik maar zeggen. Dus je kunt hier de treintjes heb je hier. Een heel spoor ligt door de zolder. Dus dat is eigenlijk het huis. Helemaal ingericht, hoe het nu is. Ik word heel enthousiast hiervan. Oh ja, laten we beginnen met de, hoe heet dit? De tuin. Nou, achter een brandgang. Dan hebben we een schuur van de achterbuurman. Die staat hier, waar ik hem nu zet. Nou, die moet dus veel hoger. Ja, zo ongeveer. En dan metselen. Yep, dat gaat helemaal goed. Schutting. En dan hier hebben we nog een stukje schutting. En dan begint struikjes. Aan die kant zit dan... Aan de andere kant van de schutting zit dan de tuin van de buren. Dus er zitten dan niet meteen een huis. Nog een tuin tussen. Dus dat is ook wel fijn. Nou, hier hebben we hoge. En dan iets lager. En hier en daar zitten bloemen in de...
in de struiken. Even die afkadering maken. Nou, tegels. Ik had geen idee wat voor tegels lagen, dus ik heb maar gewoon tegeltjes. Tegels. En de rest is eigenlijk allemaal gras. Ja, er staat een klein boompje daar. En dan staan er ook struiken, best wel veel. Ja. En niet van die mooie geknipte, zoals je ziet hier onder in het beeld. Die staan er niet. Het zijn gewoon een beetje random struiken door elkaar heen, ja. Ik heb natuurlijk een moestuin nu, die gaat verplaatst worden. En ik denk dat die zo een beetje in de voortuin komt. Denk ik. Ja, dit is het huis. Kom je binnen in de gang. Heb je de keuken en de kamer, de badkamer. Oh, en dan gaan we naar boven. Slaapkamer. Slaapkamer. En de zolder. Dit was hem, jongens. Dit was het huis. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Yes, dat is ons huis. Nee, dat zeg ik niet goed. Dat wordt ons huis. Zo ziet het er nu uit. Heel veel mogelijkheden heeft het. Het is eigenlijk al af. Alleen allemaal een beetje outdated. Wat we allemaal gaan verbouwen, dat laat ik je allemaal weten in een andere video. Maar ik vond het wel super leuk om deze video op te nemen hoe het nu is. En ik kijk gewoon super erg naar uit naar de video waar ik in de Sims het na ga maken hoe we het willen hebben. Of misschien hoe het is geworden. Dat weet ik nog niet helemaal hoe ik dat ga invullen. Maar in ieder geval ook een Sims na video. Ik heb heel veel zin in deze periode. Zoals ik al in de video zei nu ook. Ik hoop dat we de financiering rondkrijgen. Zodat alles door kan gaan. En dan kunnen we echt gaan verbouwen. In plaats van alleen maar in de Sims doen alsof we een huis gekocht hebben. Het echte werk gaat dan beginnen. Ik kan echt niet wachten erop. Dankjewel voor het kijken. Geef het natuurlijk een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie graag bij een volgende video. Doeg!